Lieve Hattemers, kerst is aanstaande. Het feest van het licht, het feest van verlangen. Vele verlangen naar het licht, u waarschijnlijk ook. Dat het verlangen naar het licht groot is, kunt u in Hattem duidelijk zien. Ik heb nog nooit zoveel lichtsnoeren en ijspegels zien hangen. Die container uit China is in ieder geval wel op tijd in ons land aangekomen. Maar licht is meer dan lampjes in een boom. Licht is een metafoor voor heel veel dingen. Licht is vrijheid. Licht is warmte. Licht is veiligheid. Licht staat voor een brede verlangen. We hebben behoefte aan vrijheid. Onbekommerd, zonder beperkingen, leuke dingen doen. We hebben behoefte aan warmte van dierbaren om ons heen. En we hebben behoefte aan een gevoel van geborgenheid in een wereld die soms vijandig voelt. Tijdens deze donkere dagen met weer een volledige lockdown voelen we deze verlangens extra diep. Als burgemeester van Hattem zie ik naast de verlichte tuinen gelukkig veel andere lichtpuntjes in onze samenleving. Vrijwilligers die kerstpakketten maken voor Hattemers die dat goed kunnen gebruiken. Het zorgpersoneel en vrijwilligers in de Bongerd die al bijna 2 jaar binnen alle beperkingen het vuur uit hun sloffen lopen. Of onze onvolprezen stadsgidsen en al die anderen die belangeloos een bron van licht voor anderen zijn. Het is te veel om op te noemen. Een hemel vol flonkerende sterren. En het mooie van licht is dat een klein lampje al van verre zichtbaar kan zijn. Iets kleins kan veel betekenen. Iedereen kan een bron van licht zijn voor een ander. Ook u bent een bron van licht. Misschien niet zo zichtbaar voor uzelf, maar met een kaartje, een bezoekje of een glimlach voor een ander des te meer. Ik wens u allen een kerst vol licht.